Yo, we zijn hier terug in Battlefield 3. De vorige missie is helaas mislukt, want een objective kon niet gecompleted worden. De MG Nests. Hij blaasde ze telkens niet op terwijl ik daar een granaat op gooide, dus ik kan er helaas niks aan doen, sorry daarvoor. Maar dat doen we op het laatste gewoon even proberen te doen. Dus maak je daar maar geen zorgen over, dat doen we op het laatste. Als de gameplay over is, klaar is, dan spelen we dat verder. Ik zal jullie voor deze missie even het verhaal heen vertellen. We zitten nu hier in Parijs. En we gaan achter de bommaker aan. De man die bom maakt. Bommen maakt. Voor Solomon. Solomon is de aartsvijand van deze hele game. Daar draait het eigenlijk om. En we zijn Russisch. Dus daarom praten ze ook Russisch. Dat is ook logisch. Mooi wapen. Ja. De VS Fall. Waarschijnlijk. Bukken. Pam, pam. Dat is Vladimir die net schoot. Die gaat dood in deze missie. Oké, daar gaan we. Machete. Deze game vind ik echt geweldig. De singleplayer en de multiplayer. Oh my god! Er zitten heel veel voor mensen die goed kunnen schieten. Ah, en ik word genaaid, serieus. Dat is wel jammer van deze game, je wordt gewoon van achter genaaid. Ah, dat heb je op Call of Duty niet. Dus vind je het niet fijn als je van achter genaaid wordt, moet je deze game niet gaan kopen. Ja, dus kan je maar gewoon een beetje rechter gaan filmen, hoor. Ik heb de helft van de tekst niet erop. Gaat een beetje moeilijk. Gaat heel makkelijk. Nee, moet even opnieuw doen, hoor. Nee. Heb je ook nog een AS-val die niet zo toen kan schieten? Dan heb ik liever dit wapen. Ik ga gewoon lekker liggen zo schieten. Vind ik het fijnst. Waarom moet ik dat alleen doen? Oeh. Gewoon van achterblijven, want dan is de kans heel klein dat jij hier knife wordt. Even kijken, waar zijn de enemies? Nu moeten we naar de B-tag. Oké, verder.
Oké, de bommaker is hier. Dat was een nieuwe C-persoon van de bommaker. Mooi auto. Ja, weet ik. Maar even, ik ga daar wel even de controls veranderen, want de controls zijn maar zo contact als een visje. Motherfucker. Dat is echt zo'n standaard woordje dat elk Amerikaan wel eens noemt. Zie, deze kop is veel fijner. Kun je veel beter schieten dan met dit ding. Oké, waar gaan we naartoe? Jij bent de follow leader. Oh, dit is hier donker, joh. Wauw. Extreme relage. Extreme relage. Oké. Oké, hier is niks. Dan lopen we deze kant op. Nee, zeg je nu pas als ik daar al lang naartoe loop. God. Knuppel. Hier moet ik in. Deze persoon hier, deze waar ik nu op richt, die gaat dood. Deze missie. Dit is echt een gaaf stukje. Ik hoef bijna niks meer te doen. Oh, fijn man, heeft iemand gas. Wat voor wapen lag daar? De Ajak, die is chill. Ajak, die zijn echt vet fijn. Kun je echt heel snel mensen mee. Oeps, verkeerde knopje. Verkeerde knopje, dat kan omdat ik andere knopjes gewend ben. Holy shit. Ja. Doei, de groeten. Zo, dat was dan. Oh, vriend, als de lift daar naar boven komt, hè, vriend, dan ben je hoofdje kwijt. Dat is tonde. Een stream relage. Een stream relage. Hoppakee. Dat is zo fijn. Wacht, ik ga even de controls veranderen. Options, gameplay. Nou, hoe doe je dat nou alweer? Leuk man. Soldier battles, buttons. Ah, de use blijft gewoon hetzelfde. Ah, dat is niet fijn. Dan laat ik het liever zo. God. Oeps. Ben ik dat steeds vergeten uit te zetten? Geef niet. Bij stalsleven hebben we dat ook niet. Als je het weg kan doen, dan maakt het uit. En trouwens, het hoort gewoon daarbij. Ja, de backward compatibility, hè. Dat is altijd fijn. Bye. Zo, dat was toen voorbij met hem, joh. Vind jij niet leuk, hè? Nee, dat vind jij helemaal niet leuk. Ik zie je spatje achter die man dood is. Ja, dat doe ik altijd. Dat vind ik gewoon heel erg leuk. Door daar. Wil je het heel even pauze zetten, Phoebe? Hoezo? Heel even pauze, gewoon even pauze. Knip dat even naar onder.
Hier zijn we weer. Ja, hier zijn we inderdaad weer, ja. Wat even pauze gezet. Ik moest er heel even iets doen, kan een telefoontje. Dus holy meuk, jong. Holy shit. Moet je kijken hoe hij erbij ligt. Moet je kijken hoe hij erbij ligt. Moet je kijken. Oh, zag je hoe hij erbij ligt, joh. Ja, ik ben een goede schutter. De graphics van deze game zijn echt zo geweldig. Alleen via de telefoon ziet het er een beetje gek uit. Ja. Alsof het een graphics card heeft van de jaren 80. Dan zou je deze game niet eens kunnen draaien. Ook deze vloer, kijk deze vloer, hoe dat eruit ziet. Ziet het nat uit. Huh? Ziet het nat uit. Ja. Camera zie, zou je dat wel niet heel goed kunnen zien. Ja, moet wel een van deze deuren. Oh, dit is ook zo'n co-op missie van. Het co-op die man. Meukies. Hoe lang duurt deze missie? Daar heb ik geen idee. Ik weet niet hoe lang ik erover doe. Hè. 11 minuten zit je nu. Ja, mijn Battlefield missie duurt lang. Kan er niks aan doen. En 36 seconden. We zijn de... Your left. Ja, ik ga door. Doei. Groeten. Waar is Kirin? Oh, daar is Kirin. Kom op, Vladimir. Een beetje doorrennen. Ik weet. Lekker verrast. Ja. Dan krijg je geen lucht meer door het gas. Want het zijn echt gave stukjes. Ja, nee, meent het. Als hij voor me gaat lopen. Opletten, niet eronder lopen. Okay. Moet je echt zeggen, politie doodschieten? Ja. Dat moet ik, ja. We zijn infiltranten van Russia. Politie weet niet dat we hier zijn. Onze geheime operatie. Wij zijn door onze generaal gestuurd. We moeten die bommaker stoppen. Door wie werd ik neergeschoten, joh? Wauw. Mission failed, you died. Nee, je meent het. Saving. You can carry two primary weapons. Nee, je meent het. Comrades. Ik loop het er net veel te snel door, denk ik. Ik ga voor shotgun nu deze keer. Wat is een fucking shotgun? Wat een fucking shotgun nu. Nee, mooi.
Nee, kak! Hoe lang heb ik nog? 7 minuten. Oké, we zijn bijna bij het stukje waarbij Vladimir dood gaat, dus dan moeten we even stil blijven. Maar ik ga telkens dood. Maar ik heb echt een fucking mogol. Als schutter. Ik sta nu al gelukkig hier, maar nu heb ik mijn shotgun niet meer. Een van hen is shotgun. Oké, nu komt een stukje, dus nu moeten we stil blijven. Oké, dat was Vladimir. Je kunt er wel op een andere manier spelen tot Vladimir dichterbij komt, maar dat kan niet. Vladimir gaat gewoon deze missie dood. En ik moet door blijven rennen, ik kan niet stoppen. Hier ga ik vechten. Oké, daar is hij. Daag. En kijk wat nu gebeurt, dat is echt zo geweldig. Ga jij maar eens even bij, met de trein mee. Doei. De groeten. Oei. Oké. En dat was Kirill. Nu was Kirill dood. Zeg. Sneller.